Waarom dit boek? Ik ben eind 1974 in Almelo komen wonen en 6 jaar later bij het Dagblad van het Oosten gaan werken. In eerste instantie dus bij de stadsredactie hier in Almelo. En na een paar jaar ben ik naar het buitengebied gegaan rondom Almelo. En wat me opviel in het buitengebied, dat was dat daar de tradities, de oude tradities ook al heel snel aan het verwateren gingen en verloren dreigden te gaan. Mannes Hamming is dat, die is hier aan het woord. Mannes Hamming is geboren in 1888 en die vertelt over zijn hobby vissen. En hoeveel vis hij hier vangt, duizenden ponden snoek en kwabben. En hij wordt even die allemaal vangen in de... Ja, de Lolie, de Kooiplas, de Wijtemansland, de Hollander Graven, Witteven, Stoppenplas, nou ja, Kooiplas. Het was allemaal water hier in Troon. Burgemeester Toorhammer. Oké, alsjeblieft. Oké. Ja, ik zie het nu pas voor het eerst, want hij heeft het net pas meegebracht, dus ik was zelf ook benieuwd wat het geworden was. Maar dit is dus het boekje geworden, Leer mij Oud-Almelo kennen, en dan als ondertitel... 60 overleden Almelo's laten Almelo 1890-1940 herleven. Dat ik dus dit aan de burgemeester wil overhandigen, spreekt bijna voor zich. Want ja. U ziet, het is stemmig in de Almelo's wapenkleuren. Met de wiebertjes. En de drie ruiten. Ja. Of wiebertjes, kun je het ook noemen, ja. Ruiten klinkt wat. Ja. Ja. Ik kom hier zo meteen dus nog eventjes op terug. Ik overhandig u bij deze alvast. Dankjewel. Ik zal er nog een bepaalde toelichting eventjes bij geven. Waarna u de gelegenheid krijgt om alsnog te reageren. Ga ik doen. Ja? Bedankt. Oké, graag gedaan. Dit is een boek waarin dus 60 verhalen staan van mensen die inmiddels overleden zijn, maar die ik in 1983 heb geïnterviewd toen ze zelf al zeer ver op leeftijd waren. Zij hebben dus verteld hoe het hier was in Almelo aan het begin van de vorige eeuw. Daarmee kreeg je dus een aardige inzicht in dat Almelo, want het was een totaal andere stad als het nu is. Het was een stedeke, een klein plaatsje dus nog maar. En zij vertellen dus met name over heel veel wat nu verdwenen is. Hè? Niet alleen gebouwen die verdwenen zijn, maar ook het leven. Waar heel veel mensen dus eigenlijk geen idee van hebben hoe het, dus het leven in Almelo toen was. En zij geven daar een mooie inkijk op. Nadat ik een ander boek had geschreven en de alle paparazzen opgeruimd moesten worden, toen vond ik die envelop terug waar al die verslagen in stonden met de oude foto's erbij. Ik kon meteen weer aan de slag, ja. Ja, je moet toch wat doen als je geen werk meer hebt en niet op de straat wil rondhangen. Dan ga je maar schrijven. Ja.